here we are again. Yes. Met een aparte video, hè? Wat, hè? We gaan een hele aparte video doen, eigenlijk. Ja, we gaan even omdraaien. Ja, want... Je zit alleen met de zeik over dat je met 3 sterren, dat het moeilijk is. Nou, zegt, we gaan het gewoon een keer testen. Nee, dat zei hij niet. Maar we willen het gewoon een keer testen. Want het is altijd zo gegaan dat ik won als we 5-5 speelden. Of speelden was gelijk zo, maar dan won ik op een gegeven moment. En dan moest ik naar 4,5. En dan won ik weer, dan ging ik naar 4. En dan verloor ik weer een keer naar 4,5. Maar dan won ik weer, dan ging ik naar 3,5, 3. Dus ik heb elke keer dat ik met een mindere ploeg tegen fysische 5 sterren overpowered teams moeten. En nou gaan we het gewoon één keer voor de gein omdraaien. Omdat ik een grote bek heb, gaan we het niet omdraaien. Maar ik speel met Empoli, dat is wel een reden. Die valt nog mee, ja. Dus dat is wel het enige, maar dat waren nog niet uit. Dus nog eens, doe maar zo, ja. Ja. Blijf wit. Wit is lekker spelen dan een wit shirt. Oké dan. Nou, redelijk stadion trouwens. Kamp Nou is altijd leuk. Oké. Hey, ik begin een keertje. Nou, daar gaan we dan. Laten we hopen op een prachtige wedstrijd. Oh, nog één. Ja, dus... Paal, ik moet die bal al lang hebben. Bij het spel. Hé? Oh ja, natuurlijk. Gestapt. Echt goed gestapt van, hoor. Oeh. Dat is na een 3 sterren, dan kom je daar ook niet eens tussen. Oh, ik was op je mannetje ging liggen. Oh! Wow! Hij schoot hem ook zacht, zie je? Dat komt echt door je niet zo. Nou, maar hij zat er wel redelijk... Hij zit hier met Benzema geschoten. Dan heb je dat even alles eraan. Ja! Maar ik drukte helemaal niet erheen. Je zag hem echt heel duidelijk gewoon veranderen van positie. Ik gooi hem lekker uit. Wat is dat nou? CPU-hulp uit? Nee, maar. Ja, hoe kan dat nou? Nou, dat zal wel. Hè? Ja, hij is achter de been. Dat is wel ja, maar nog. Hij rolde er gewoon in mijn image. En rolde hij gewoon in, hoor. Wat is dit nou? Mijn job doet het niet goed. Ik schiet hem gewoon rechtdoor de hele tijd. Dat zie je niet, hoe die bal smoesjes speelt. Boy, hoor. Gewoon rechtdoor. Smoesjes boy. Ik wil niet zeggen, maar tot nu toe... Speel je beter dan, hè? Want toen werd je al weggespeeld, ja. Doe niet, hè. Oeh. Ik kan niet echt wat creëren. Heb je die kansen? Ja. Wat? Ja, natuurlijk, het ging door. Zo'n blunder van mij had je natuurlijk die kansen gekregen. Ik heb wel het keeper verkeerd uitgespeeld. Ja, dat was niet slecht. Nee! Dat was de straagkist. Oh. Ja, dat zag ik aankomen. Ja, en nu? Oude sweetie leider! Dat is niet, dit is een wereldgoal. Ik geef hem zo mooi! Sweaty boy! Nee, dat is schitterend. Nou, ja, dat is schitterend. Jawel, man. Nu is het de wereldbal. Nou, je ziet het, hè, jongens. Zo moet Paul dan weer scoren, hè, bij mij. Hè? Nou ja, ik scoorde nooit dat kopballen. Je hebt alleen kopballen als scoren. Oké. Daarna ging ik alles niks spelen. Het scoorde nog 2-0. Maar daarvoor met Barcelona won je 2-1 van Rio. Of zoiets. Nee, 3-2 won je van Rio. Met 2 kopballen. Oké. Hè? Nee, maar dat is irritant. Dat wou ik toch helemaal niet doen, jongens. Waarom had je keeper teruglopen? Nee, dat deed ik niet. Dat deed de keeper zelf. Ik was met mijn mannetje mee, hij was rondje. Ja, maar nee, lastig, ik heb er niet uit laten komen, de keeper. Oh nee, dat is niet. Dan heb je die bal gewoon gehad. Kijk maar, de camera in de herhaling. Je ziet de keeper de bal toch? Je laat hem niet uitkomen. Ja, maar ja, moeilijk is dat. Dat is lastig, dat je die driehoekje drukken terwijl je aan het verdedigen bent. Dat is kut, ja, vind ik ook, hoor. Dat is niet waar. Maar ja, ik had hem laten komen en gewoon niet meer verdedigen. Zo. Want de keeper had toch gehad, kijk maar. De keeper had deze bal echt gehad. Ja, maar je bent de hele party aan het vieren. Nee, ik doe druk al 20 keer. En dan komt hij, kijk. Kijk maar, de keeper, kijk. Hij komt en hij gaat al terug, zie je? Ik had ook even de bal. Nee, het ook even de bal, maar ja, als je de keeper laat komen, dan kom ik, of moet ik echt net opwippen, loppie, man. Ja, en nu? Holy shit! Dat kan toch niet? Come on! Wat een goal! Of niet? Goal. Ja, wie een goal. Wie is die kale gast dan? Holy shit, wat zit hij er lekker in? Ja, is die weer een goal. Dat is natuurlijk een loefwaffe 6 gewoon geweest. Nou. Ja, dat is gewoon
goed vrijgelopen ook. Mm-hmm. Zoals verwacht gaat Barcelona aan de leiding. Maar 7-1 dan. Suarez. Ik denk geel. Rood. Lekker. Nou. Nou dan. Die helemaal gek geworden. Lorenzo Tonelli. Nou, klinkt in ieder geval Italiaans. Ja. Oh, pis. Er zat veel meer in. Ja! Dat is fucking hell. Er zat echt zoveel in dat je gewoon naar voren liep in die bal. Oh. Suarez, Iniesta. Paul, ik speel echt takken slecht hoor. Het was zelfs een geflatteerde stand. Al heb ik wel kansen gehad, maar dan komt ik zo snel bij mijn man. Niet toch gecornerd, hè? Yep. Jezus. Nee, ik heb er niks van die kopbal en hij doet een tik rondje. Kom al, let op. 2-2. Oh, tik. Even kijken, maar het valt mee, de stats. Jordi Alba. Iniesta. Suarez vraagt om de bal. Slecht gedraaid was dat. Voetje van de keeper. Een voetje hoor. Een knietje. Of training, geel. Jij krijgt geel, man. Pucciarelli! Altijd lastig, Pucciarelli uit. Het lijkt wel een pizza bedekker. Pucciarelli! Nee! Wat een kut goal! Ja, ik geef het toe. Ja, maar ja, ik krijg een sweaty tegen. Sweaty is gewoon een open kans. Ik krijg een sweaty tegen en dan krijg ik een rebound. Ja, maar ja, ja. Of die corner, jij scoort uit een directe corner, dan kom maar gewoon rondje, druk, ja, dat is erger nog. Jezus, mensen. Jij moet al 7-1 maken, zo. Je moet daar wel risico gaan nemen, hoor, dat denk ik ook. Dat ga je nooit eraan staan tegen maken. Sergio Busquets speelt hem terug, mooi gedaan. Hij had vast iets anders in. Tiefensleier, smurfenteam. Ik had zo'n bal over de speler staan, dan ben je gewoon 1 meter, dan ben je nog kleiner dan de speler van Ajax. Dat kan ook niet, Paul. Dit wel. Stuit van mijn poot af. Suarez vraagt om de bal en wordt op zijn wenken bediend met deze loppaas. Oh! Waarom doe ik het nou weer? Ja, en nu? Die ging hard. Ja! Daar kan je toch niks aan doen? Daar kan je toch niks aan doen? Wat een houthakker. Even een rondje drukken. Nee, ik deed een vierkantje. Nee, gewoon rondje. Maar kijk maar hier. Nee, rondje. Ja. Oh, wat een wereldgoal. Roncalli! 7-1, het gaat nooit lukken. Je ziet hoe moeilijk het is, hè? Zie je? Hè? Je speelt niet eens zo slecht. En je wordt al afgedroogd. Gewoon door, puur door het verschil in sterren. Want je speelt minimaal gelijkwaardig aan mij. Maar het is gewoon zo'n groot verschil. Ja, ik heb een blunder van de speler. Bijvoorbeeld met de FC Rio, dat ik eigenlijk moest winnen, hè? Hoe ik speelde. Ook al kansen zelf. Ik heb een blunder tegen jou, een sweaty en een rebound. Ik ging nou spelen, ik ging naar je keep voorbij. Zo. Dat was toen gewoon al lang, ik had lang kunnen schieten. Ik ging toen kutten. Dat moet ik ook niet doen. Wacht, zijn mijn mannetjes allemaal? Huh? Oh, zag je dat Nee. Niet weer een blunder. Bijna een blunder van jou zelf nu. Moet je dat zien? Dat is rood. Ja. Dat moet rood. Dat is rood. Ja, het is diep rood. Ja, rood. Ik deed ook eens best wel. Ik speel alles is niks, hè? Alle tweede helft wel. Ik ook. Hè? Ik ook. Daar heb je ruimte voor in. Laag keer. Prima redding. Verona wil wat gewend zijn. Maar ze zingen alsof schiet. Blijft gevaarlijk. Neemt hem ineens. Thomas, lijkt uit van die tweede. Jezus, Empoli? Empoli, ja. Gino! Zo Italiaan, heb je toch respect? Zo, kijk hoe vrij stond hij. Ja. Zo. Hij speelde zelfs al of niks met een man. Gewoon een goal maken nog, dat is ja. Ze proberen Messi van de bal te zetten. Nou. Nah. Ik speel echt heel slecht hoor. Dat is echt zo. Dat nog! Daar heb ik 9 van! De paas lijkt goed te zijn.
Nee, mis. Oh, goal weer ook. Wie is die kale haar? Ik ga hem kopen. Als ik echt, als ik Team of the Season moet doen. Come on, kom op dan. Ik koop de nummer 7 van Empoli, hoor. Kom op. Ik ga die glas kopen. Blijf zo lang liggen. Pak die bal op dan. Maar hoe schiet je hem ook weer in? Laat ik over niet even een rondje drukken. Ja, ik druk mijn rondje, maar. Maar kan er wel niet. Suarez is pas een beetje gelukt. Twee ploegen echt willen voetballen. Nou, ik toch over. Ik zei 7 goals. Nou, 4-3. Ja, dat kan ik hem ook al maken. Ik zei 7. Oh. Minimaal 7 zei ik. Nou, 4-3. 4-3. Nee, was even en even één ding, ik heb gewoon echt. Ik vind dat ik al kut goals echt gekregen heb. Nou ja, dat is even. Ik krijg altijd eens met 3 sterren tegen 5 zo. Dat ik gewoon veel sneller ben en ga kutten en dan kwaad hij ook nog erin. Ja, maar die ene goal, dat is toch wel een beetje. Ah, die kijk, deze ging er ook niet in. Nee, dat voor mij, dat was mij. Zo. Nee, die eerste kans van mij. Oh ja, je ziet andere beelden waarschijnlijk. Ja. Nou ja, ik heb 13 schoten, 9 op doel. Ik heb wel beter, iets beter stat. Ik heb ook lopen kutten een beetje natuurlijk, maar dan nog. Het is zeker goed. 3 goals scoren met een 3 tegen 5 sterren is heel goed. Ja. Maar zo ziet het, is toch wel moeilijker van Fischer. Fischer was nou beter, vind ik, dan dat hij net met Duitsland tegen Ierland speelde. En die won hij met 3-0. En nou speelt hij veel beter. En ik speel eigenlijk veel slechter. En ik win, omdat ik gewoon een 5-sterren team heb. Maar ja. En, like die shit. Ja, bye bye.